Assalamu alaikum, dag iedereen. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Welkom bij een nieuwe video van Food Daddy. Vandaag inshallah gaan wij Turkse pizza met jullie voorbereiden. Dat is een van mijn favorieten bij ons thuis. Niet alleen van mij, maar ook van, het hele gezin. En ik dacht van, laat me het met jullie delen. En ja, ik zou zeggen, laten we beginnen inshallah. Ik heb hier 450 gram bloem, 1 eetlepel boter, 10 gram gist, 1 theelepel suiker, 3 kwart theelepel zout, dus niet, het is nog niet, het is geen volle theelepel. En 80 milliliter, 80 gram melk, dus gewoon vanuit de koelkast gewoon gepakt, dus niet verwarmd of wat dan ook. En 160 gram water, ook gewoon van de kraan. Dat is dus voor onze deeg. En voor onze mengsel, vulling, 3 theelepels paprikapoeder, 1 theelepel zout, 1/4 theelepel komijn, 1/4 theelepel zwarte peper. Dat zijn de specerijen. Een halve paprika, want dus ik had nogal een grote paprika. Dus ik heb dan maar net niet eens de helft van gepakt, maar het lijkt eigenlijk op de helft. Dus daarom dat ik nu zeg van helft rode paprika, helft gele en helft groene rode paprika. Helft rode, groene en gele paprika. 1 ui, 1 tomaat, koriander en peterselie. Dat is dus wat we nodig hebben. Wat doen we? We mengen dus onze bloem met de boter, zout en suiker en de gist. Dan mengen we. Ik kneed het deeg echt helemaal niet. Het is gewoon een kwestie van ervoor zorgen dat er geen meel meer in je deeg zit. Dat is het belangrijkste. Voor de rest is het, je hoeft dat echt gewoon helemaal niet te kneden. Gewoon goed mengen. Dat alle deeg, dus dat alle meel, ja, dat er geen meel te zien is meer in het deeg natuurlijk. En dan gaan we dat vormen tot bolletjes. De grootte is helemaal aan jullie. Het is afhankelijk van hoe groot jullie je pizza willen hebben. Maar ongeveer ongeveer 35, 40 gram ongeveer per bolletje. Je kan zien, het is echt niet, het is niet goed gekneed of wat dan ook. Maar dat is helemaal geen probleem, want het gaat een klein beetje rusten. En het deeg is echt super lekker. Ik moet jullie zeggen, het is gewoon. En je zou niet het verschil proeven tussen deze pizza en de pizza van de Turkse bakker bijvoorbeeld. Het enige wat verschillen is dat het gewoon eigenlijk hygiënisch is. Het is hygiënisch, want ja, je weet, als je iets thuis maakt, is dat altijd veel beter dan als je het buiten koopt. Dus wat ik ook was vergeten te vermelden, ik had 350 gram gehakt. Dat was ik vergeten te vermelden, want ik had het daar niet bij gezet. Pas later dacht ik van, oei, ja, ik ben hem gehakt vergeten. Dus vandaar dat ik het nu ook even laat zien. De koriander en peterselie, die ga ik gewoon met mijn hand, met de hand snijden. Gewoon een beetje, het hoeft niet te fijn, ook niet te grof, gewoon er tussenin. En de rest van de groenten doe ik wel in een hakmachine. Omdat ik het fijn wil hebben. Zoals jullie kunnen zien. Het is echt super handig, zo'n keukenmachine. Dat is echt bij mij. Ik gebruik hem bijna dagelijks. Het is echt een mooie aanwinst. Zeker voor iemand die veel in de keuken staat. Zeker aan te raden, een keukenmachine. Zoals ik al zei, ik had hier dus gehakt. Ik had een mengsel van kalfs gehakt en runder gehakt. Maar ik gebruik meestal gewoon één van de twee, hoor. Maar dit keer had ik het helft, had ik een beetje zo en een beetje zo gedaan. Dus ik had, in het begin had ik maar twee theelepels paprika gedaan. Want ik doe altijd alles uit het oog. Of ja, hoe noem je dat? Uit het oog. Dus ik meet niet en zo. Dus meestal doe ik gewoon uit losse pols van, oké, dat is wat ik nodig heb en dat is wat ik nodig heb. Dus toen ik dat ging mengen, vond ik toch dat het nog een beetje paprika miste en een beetje zout. Dus ik heb dat erbij toegevoegd. Maar ik heb jullie al gezegd, het zijn dus 3 theelepels paprika poeder en 1 theelepel zout. Dus het mengsel, dit is hoe het er hoort uit te zien.
En dan gaan we natuurlijk ook de saus maken. De knoflooksaus, dat is super belangrijk. Dit is een recept dat ik jaren geleden kreeg van een vriendin van mij, een Turkse vriendin. Omdat ik altijd zo nieuwsgierig was hoe ze die maakte, die knoflooksaus. Het was heel simpel. Het was gewoon mayonaise, gedroogde peterselie, knoflook. Ik gebruik gedroogde knoflook. Je kan verse knoflook gebruiken, kan ook. En melk. Maar ik gebruik geen melk. In het begin van de jaren toen ik het recept kreeg, deed ik melk. Maar daarna heb ik dat omgeruild voor water. Puur gewoon omdat ik dat die saus niet altijd diezelfde dag opgaat. Laat me het zo zeggen. En dan heb ik zoiets van, wil ik melk niet gaan gebruiken. Dat een beetje te gevaarlijk is. Dus ik heb liever gewoon water. En dat is het eigenlijk. En het is super lekker. Echt, ik moet zeggen. Het is een super recept. Het is niet omdat ik het met jullie deel dat ik het zeg. Maar het is gewoon een feit. En dan hebben we sambal. Oelek. Deze koop ik altijd bij de Turk. Eerlijk gezegd. Het is zonder pitjes. En hij is best wel pikant. Dus het is precies eigenlijk net als wat ze bijna bij de Turk verkopen. Bij de Turkse bakken verkopen. Dus als je een pizza koopt, krijg je deze sambal erbij. En ik dacht van, ik laat het jullie ook zien van welke sambal ik erbij gebruik. Want het is echt gewoon iets dat erbij hoort, vind ik. De knoflooksaus hoort erbij en die sambal hoort erbij. En nu is de kwestie van die deeg uitrollen. Zoals je kan zien, het is heel makkelijk te bewerken. We maken hem vrij dun, zoals je kan zien. Je kan ermee spelen en alle kanten mee opgaan. En hij zal ook niet scheuren. Dus, en dan pakken we onze, ja, ik weet niet, hoe noem je dat eigenlijk? Dus waar je je brood mee, ik ben die naam vergeten hoor. Maar, dus waarmee je je brood in de oven doet. Voor degene die de naam weten, laat me weten in de reacties. Want ik weet het wel, maar ik kom er echt niet op. Dus we doen onze deeg erop, onze deeg doen we erop. Gewoon puur voor het gemak. En dan gaan we ons mengsel erop zetten. Zo simpel is het. Het is zo simpel. Ik bak het in een Turkse oven. Ik heb een Turkse oven. En die Turkse oven gebruik ik ook voor brood. En hij is best wel klein. Dus het vuur is dicht op elkaar, zeg maar. Net als bij de Turkse bakkers. Dus waardoor ik dit resultaat krijg. Maar als je thuis gewoon je oven op de hoogste stand zet, is dat meestal 250. Deze is 230 wat ik heb. Maar 250, dan moet je hem echt gewoon zo heet mogelijk laten. Dus zeker een 20 minuten opwarmen. En dan kan je je pizza inbakken. En niet te lang in de oven laten, want anders wordt het zo hard. Je kan hem dan echt niet meer omrollen. Dus houd rekening mee, ongeveer een minuutje bakken. En dan is je pizza klaar. En dan kun je de salade kiezen. Welke salade je wil. Je kiest gewoon wat jij het lekkerst vindt. Bij ons is dat gewoon, meestal is dat gewoon ijsbergsla, tomaat en rode ui. En heel soms komkommer als ik die heb. Als ik die niet heb, dan niet. Je kan rode kool gebruiken. Je kan elke soort salade gebruiken dat jij het lekkerst vindt. En dan doen we onze saus erbovenop. En onze sambal. En dan rol je hem op. En dan is het de kwestie van opeten. Dat is het. Het is super makkelijk en super simpel. Ik zou zeggen, ik hoop dat jullie het zullen proberen. Echt, ik meen het uit het diepste van hart. Want ik weet zeker dat jullie het echt super lekker zullen vinden. En ik hoop ook dat jullie allemaal een duimpje omhoog doen. Want ik merk dat er niet veel likes komen op de video. Hoe noem je dat? Er zijn veel mensen die de video's bekijken, maar ze klikken nooit op de like of ze zetten nooit een duimpje omhoog. Dus ik hoop dat het wel dit keer zal gebeuren. Zodat het ook bij heel veel mensen terechtkomt, die video's. Het is toch belangrijk dat er ook heel veel mensen, ja, receptjes natuurlijk van jou overnemen. Of ja, dat ze het ook uitproberen. Dus ik zou zeggen, probeer ze uit en laat me weten wat je ervan vond. Tot de volgende video, inshallah. Laikum of slam.